Tja, een regenboog, die heb je natuurlijk niet zomaar. Allereerst heb je een flinke regenbui nodig, de zon. En dan moet je ook nog eens precies op de goede plek staan. Nou ja, de zon hebben we, maar die regenbui... Wacht, ik weet iets. Dat is geregeld. Die regenboog die komt eraan. Maar eerst is het belangrijk om goed te weten wat licht nou precies is. Wit licht is een verzameling van kleuren. Normaal gesproken zie je die kleuren niet, want alle kleuren bij elkaar, dat is wit. Maar als je dat witte licht schuin op een doorzichtig voorwerp, als bijvoorbeeld glas of water, laat vallen, dan buigen die lichtstralen een beetje. Wat ik hier heb is een prisma, een driehoekig stuk glas. En als het licht hier opvalt, wordt het als het ware uit elkaar getrokken. Dit is de lichtbron. En let op, het witte licht wordt uit elkaar getrokken. En de kleuren van de regenboog ontstaan. Bij een druppel kan dat ook gebeuren. Het licht valt erin, wordt weerkaatst door de achterkant van de druppel en verlaat de druppel weer. Maar het licht wordt niet alleen weerkaatst, het buigt ook een beetje. Bij het invallen van de druppel en bij het verlaten van de druppel. Kijk. Je ziet al een boogvorm. Dat komt omdat het licht tegen de achterkant van de druppel niet alleen naar beneden wordt weerkaatst, maar in een cirkel. Hier. Stel nou dat dit een druppel uit een wolk is. Dan zul je precies hier zo moeten gaan staan, wil je die regenboog ook echt kunnen zien. Niet te hoog, niet te laag, niet te ver naar links, niet te ver naar rechts. De hoek is heel erg belangrijk. Kijk, nu heb ik hem. Ja, hallo. De regenboog is er. Top, kom eraan. Yo. Woehoe, daar is hij. De regenboog, kijk nou. Mooi man. En helemaal van onder naar boven en weer naar beneden. Het klopt precies, hè. Ik sta met mijn rug naar de zon en met mijn gezicht naar de regenbui. En bij iedere druppel weerkaatst het licht van de zon tegen de achterkant van de druppel. Daardoor breekt het licht en zien we die prachtige kleuren. De hoek waaronder je naar de regenboog kijkt is heel erg belangrijk. Want van lang niet alle druppels komt het licht in mijn oog terecht. Van deze druppels niet, die druppels ook niet. Ja, van deze druppels valt het rode licht precies in mijn oog. En dat verklaart ook waarom het een regenboog is. Kijk, de rode kleur valt onder deze hoek in mijn oog. En dat geldt ook voor het rood daar, voor de druppels daar en daar. En daarom is het een boog.